De shirts zijn binnen en die liggen hier zo in de emmer, want er moest in koud water in azijn stond erbij, dus dat. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet, en ik heb heerlijk geslapen eigenlijk. Eigenlijk als een roosje. Het is lekker eigenlijk een keer ook op vroeg slaap eigenlijk. Het is ook een keer lekker eigenlijk. En ik ging een uur of tussen 10, 11 uur slapen. En ik doe rolgordijn open en het is papa weer. Juist. Papa. Oh, het is toch weer irritant om wakker te worden. Bagger weer. Echt vies. Gadverdamme. Maar ja, ik ga klaarmaken om in ieder geval lekker bakje koffie te zetten en Ganya te eten geven. Hé Ganya? Ja. Dat ga ik ook doen, want die heb ook wel trek natuurlijk. Wat ik wel begrijp. Dus ga ik hem even een beetje bordjes geven. Zo. Ik geef hem even letterlijk nooit veel, maar ik heb al vaker gezegd. Zij kijk. Kijk, zo kan je. Alsjeblieft, jongen. En dan ga ik weer naar mijn koffie. En Mark zegt alleen even een bakje weer terug. En dan wacht op mijn koffie. Ik zie wel hoe het verloopt. Voor mij, nee, dat is eigenlijk niet. Trudy is voor mij al weg, denk ik. Nee. Maar dan ga ik even een kopje alleen nog pakken. Dat ben ik vergeten. En dan lekker klaarmaken om richting werk te gaan. Ik hoef alleen morgen nog en dan heb ik een lekker weekend. Heerlijk is dat. Dus, en dit keer geen apart video. Wat jullie niet altijd verwachten altijd. Dit keer niet. Vanmorgen gewoon weer een vlog. Overmorgen gewoon weer een vlog. Dus, weten jullie dat ook. Ik ben al klaar, een tijdje klaar met editen. Ik ben nu lekker debat aan het kijken over racisme. En dan ben ik wel benieuwd. Vinden jullie Nederland een racistisch land? Ja of nee? Laat het weten in de reactie. Ik durf eigenlijk geen mening op te zeggen. Ik vind dat, ja, ik nog wel kan zeggen, ik vind in Nederland meevallen. Iedereen ziet dat als andere manier. Maar blijkbaar moet ik dadelijk door de bagger weer lopen. Heb ik totaal geen zin in. Maar ja, ik moet naar mijn werk komen, dus dan moet ik wel doorheen lopen. En ik moet trouwens vandaag zeker naar mijn werk. Waarom? Daar ga ik het dadelijk over vertellen. En als ik voor de tweede keer erheen ga lopen, ga ik het erover hebben. Nu nog niet. En dus vandaar. Weten jullie dat ook. Maar daar kom ik nog op terug. Waarom, hoe en wat. En dan ga ik nu ook verder kijken. Want ik vind het best wel een interessant onderwerp. Want nu is Rutte aan het kijken. Ik heb een hele stuk al weinig gekeken. En ik zit nog nu 5 minuten al van van 8 minuten. Dus ja, ik ben best wel nu ver aan het kijken. En nu ga ik maar verder kijken. Over ongeveer meer dan een uur ga ik al richting mijn werk voor de tweede keer. Dat had ik al gemeld natuurlijk. En de reden is, mijn werk krijgt een nieuwe shirt. Dus, en die moet ik vanavond ophalen bij mijn werk. En dan ja, laat ik hem misschien sowieso van. Nee, ik kan hem niet laten zien. Maar ja, ga ik die sowieso vanavond ophalen. En dan eerst even lekker eten en daarna ophalen. En deze boef even eten geven. Hey Ganya, boefje. Dus ga ik het ook even doen. Even snel Ganya eten geven en dan ik even eten maken. De shirts zijn binnen en die liggen hier zo. In de emmer, want er moest in koud water in azijn stond erbij, dus dat had ik net gedaan. En ik ben toevallig met. En ja, dadelijk even met team net daarvan. Dus spelen in ieder geval. Ik heb er nu al zin in. Het is nu al zo leuk. Altijd met z'n allen bellen. Met Vincent, Ginny, Sanne, Veerle. Leen, Michel kan er helaas niet bij zijn, dat is wel jammer. En dan gaan we nu even wachten tot ze bellen. Dus laten we even op wachten. Ik heb in zo 3 kwartier tijd ben ik heen en teruggelopen. Plus even het shirt even gepast heb ik ook nog gedaan. En die shirt
zitten ongelooflijk lekker. Dat kan ik je wel zeggen. Ik heb ze net al gepast snel. Ik was even benieuwd naar hoe ze zitten en ze zitten lekker. Zo, we hebben net even met het hele team net even anders gebeld. Namens met Sanne, ik en Vincent was er. Superleuk gesprek. Maar de rest was ze helaas niet bij. Maar dat kun je niet. Maar dat kan weer gebeuren. Ik kan niet altijd bij elkaar zijn. En ik ga nu maar dadelijk lekker even YouTube kijken. En daarna word ik... voor de rest zie ik wel. En dan ga ik nu maar even lekker verder YouTube kijken. Laten we dat even lekker gezellig doen. Ja. En nu maar wachten tot die klaar is. Dat weet ik alleen niet. Oh, dat is slim van mij. Ik heb iets niet slims gedaan eigenlijk. Ik heb zo'n zak, stond een zak overheen. Van plastic. Maar er staat, even kijken of het lang het moet. Moet je dat erbij hand wassen. Maar niet hoe lang. Even kijken hoor. Eerste keer wassen in koud water. Azijn mag in. Oh nee, maar ik laat hem zo even weken. 24 uur. En dan daarna in de wasmachine. Dus. Laten we dat even doen. Of ik doe gelijk in de machine, denk ik. Nou, ik laat hem wel even zo weken. Nou, dat is denk ik het beste idee. Ik had natuurlijk eerst op de was in de emmer gedaan. Ik heb toch even maar op een rekje gezet. En daar zijn wel. Want. Nou, dat valt mee. Koud water. Ik heb koud water in de machine in gedaan. En dan water gedoopt. En dan morgen lekker in de kast stoppen. Heel apart. Ik heb eigenlijk nooit in mijn leven eigenlijk werkkleren gehad. En dit is na 7 jaar dat ik bij mijn werk werk. Om zo te zeggen. Moet ik dat aan? Dus misschien dat jullie binnenkort wel heel veel zien. Dat ik als ik ga werken die shirt zien. Aanstaande maandag gaan jullie het zien. Na 7 jaar tijd. Want wat is weer mijn werk vooruit gegaan eigenlijk? En ik was dat even kijken al. Maar ik was het vergeten. Maar ik heb in ieder geval gewassen. En ja. Zie je ze maar hangen. Misschien werpen jullie het al door. Nou ja, jullie weten wel natuurlijk welke werk. Waar ik werk natuurlijk. Maar vandaar. Een guy ligt lekker hier zo. Hey boef. Ik ga me klaarmaken om naar bed te gaan. Oh, ik laat eens vallen. Want ik ben de laatste tijd echt vroeg naar bed gegaan. Ik weet niet wat het is, maar ik ben langzaam gewoon, denk ik, slaapritme aan het pakken, denk ik. Gewoon dat ik een slaapritme heb om die tijd naar bed te gaan. Ik denk dat ik dat dan aan heb. En dat is nu de laatste tijd tussen 11 en 10 uur. Ik weet niet wat het is, maar ik ben een beetje vroeg aan het slapen nu in de laatste tijd. En dan zit ik veel te editen daarna en kost veel tijd. En dan zit ik nog pers te kijken, kost ook weer tijd, gaat ook tijd in zitten. Ja, maar ik kan niet wachten om deze shirt al aan te trekken voor mijn werk. Ik heb een naambordje al gehad, eigen pen gehad, een mes heb ik op mijn werk liggen. Ja, dat is wel mooi om te hebben. Maar ja, ik ga nu, wat ik al zei, klaar om mijn bed te gaan, twee uitdoen. Dat ga ik ook nu doen. En dan, hopskedee. En dan lekker naar bedje muziek luisteren of even lekker op de telefoon zitten. En dan lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groene nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Alles is gewerkt, wasjes zelf gedaan, heerlijk is dat. En het is al een paar dagen slecht weer en ik vraag me nu af wanneer komt eigenlijk heerlijk warm weer. Ik denk dat jullie dat ook wel vragen. Maar misschien weten jullie, ja.